Wat recht kerst ook. Bij kerst hoort een kerstpakket. Althans. Het is niet verplicht natuurlijk ook. Hè? Nee. Er zijn een hoop mensen die zeggen, ik heb nog geen kerstpakket gehad. Nou, het is niet verplicht. Nee. Maar wij voelen ons wel verplicht dat we de mensen die het nodig hebben, voor wat voor reden dan ook, wel een kerstpakket gaan geven. En degene die we daarvoor op pad sturen is Rob Brouwer. En hij is in Emmeloord. In zijn kersttrui loopt naast Joop. Hij heeft weer zijn jas aan. Hè? Eigenlijk moet hij jas hebben, anders zie je de kersttrui niet ten volste. Ja. Ja, jongens, het is nog een beetje koud buiten. Maar vanmiddag, beloof ik, dan is het weer een graad of 12. Dan zal ik mijn kersttrui in vol ornaat laten zien. Joop, goedemorgen. Goedemorgen. We staan hier voor een bedrijf in Emmeloord, aan de Tinstraat. En bij wie gaan we op bezoek? Wij gaan bij Ron van Elburg op bezoek. En hoe ken jij Ron? Ron is mijn achterbuurman, sinds een jaar al. En je wil hem wat vertellen? Ja. Wat vind je van het kerstpakket? Zullen we naar binnen lopen? Het is een fantastisch mooi pakket, ja. Allemaal leuke dingen erin. Het is trouwens een bedrijf waar auto's verkocht worden, waar we naar binnen gaan. Ron weet helemaal van niks. Nee. Worden we er niet uitgegooid? Ik van niet. We zijn niet trosradar, hè? Dus ik denk dat we wel welkom zijn, denk ik. Ik denk van wel, hoor. Nou, de deur voor je open. Dank je wel, man. Even kijken. Zie je hem al, Ron? Ik zie Ron al. Waar is hij? Meneer Koops. Meneer Van Elburg. Oftewel B2. Goedemorgen, jongen. Ik ben in de gelegenheid gesteld om jou dit mooie kerstpakket te overhandigen. En waarom, Ron? Ja, je weet zelf wat je beleefd hebt 4 jaar geleden. Dat geweldige drama wat jullie is overkomen, je gezin. Wat jou is overkomen, je vrouw is overleden, de moeder van je kindertje is overleden. Om je toch iets aan positieve impuls te geven, wil ik graag toch dit kerstpakket namens Omroep Flevoland jou overhandigen. Wordt zeer gewaardeerd, dankjewel. Ja, Ron. Ja. Je buurman. Ja, ik zie hem elke dag. Ja. Ja, hoezo zie je hem elke dag? Ik woon achter hem, hè. Dat is vaak met buren. Nou ja, er zijn ook buren die elkaar nooit zien natuurlijk. Nee, maar wij zien elkaar veel en we gaan goed met elkaar om. En ik weet de bezorgdheid van Joop altijd dus. Ik waardeer dat wel. Ja, hoe zijn deze afgelopen jaren voor jou geweest? Hectisch. Het is altijd een beetje moeizaam, hè, de decembermaand. Maar ja, je zult door moeten. Maar dat red ik altijd met de hulp van mijn familie. Dus dat gaat goed komen. En van Joop? En van Joop, zeker. Ja. En je kinderen? Nou ja, dat gaat met vallen en opstaan. Meer vallen dan opstaan, maar dat komt wel goed. En dan komt die tijd er weer aan van kerst. Hoe doe je dat? Nou ja, dat overleggen wij elk jaar wat we gaan doen met de kerst. Wel of geen versiering. En nou, toch elk jaar is een versiering, maar het zijn zware momenten. En hoe heeft Ron jullie gesteund de afgelopen jaren? Wie? Hoe heeft Joop jullie gesteund de afgelopen jaren? Nou ja, daar waar nodig. En als ik het Joop zou vragen, doet hij alles voor me dus. Ja. Waar komt dat vandaan, Joop, dat je dat zoveel doet? Dat is eigenlijk vanaf het begin dat de familie van Elburg achter ons is komen wonen. En hij zegt het over mij, want het zijn hele geweldige, spontane, lieve mensen. Geweldig gezinnetje gewoon. Dus daar heb ik graag wat voor over. En wat ik er graag bij wil zeggen, dat Ron het ontzettend groeten doet als ouder voor zijn kinderen. En fantastisch gewoon. Wat ik er ook nog even bij wil zeggen, dat hij een geweldig stel schoonouders heeft. De familie Ten Apel, Gray en Jan Marten, die hem geweldig terzijde staan. Dat wou ik toch wel gezegd hebben. Nou, er wordt heel veel gezegd. Ja, nee, maar dat is ook zo. Dat heb ik altijd gezegd. Zonder hulp van mijn schoonouders en schoonzussen. Vrienden en bekenden, dan wordt het altijd moeilijk. Voor jou, het kerstpakket? Nou, het is helemaal geweldig. Prachtig. Met deze erop. Alsjeblieft. Nou, en ik hoop dat je een beetje positiviteit bij je binnenkomt nu met het kerstpakket. En dat je een beetje betere kerstdagen mag hebben. We gaan ons best doen. Komt helemaal goed, dankjewel. Het is je gegund, jongen. Ja, dat was het eerste kerstpakket voor vandaag. Gewoon bij een dealer, waar klanten zijn, waar auto's worden verkocht. En dan, natuurlijk geen mooi verhaal, een ontroerend verhaal. En vanmiddag gaan we ook weer iemand verblijden met een kerstpakket. En ik hoop dat jullie dan ook weer kijken of luisteren. Zeker, gaan we door, Rob. Dankjewel.